Binnenkort strijkt het allerleukste Sinterklaasfeest opnieuw neer in Sint-Niklaas. Twee weekends lang kan je de Sint en zijn Zwarte Piet ontmoeten en genieten van circusacts op wereldniveau. Sint in de Piste is elk jaar een schot in de roos. En dat dankzij de vele partners. Sint in de Piste betekent voor ons een methode om als AGGA, als vereniging binnen Unizo, voor de stad iets te doen. Wij doen dat sinds de jaren 50 van de vorige eeuw. We hebben Sinterklaas toeten gedaan, we hebben Sinterklaas happenings gedaan en sinds 25 jaar Sint in de Piste. En op die manier proberen wij onze aanwezigheid ook als ondernemers in de stad kenbaar te maken. Ook dit jaar brengen we weer de wereldacts naar de grootste markt van het land. We hebben uit Amerika Kaylee met een fantastische swingtrapeze, zoals dat heet. Ze vliegt tegen enorme snelheid door de tent. We hebben de Dungier Troop. Dat zijn 7 acrobaten die een piramide vormen op een hoge draad. En we hebben maar liefst 18 paarden en 6 ponies die gelijktijdig in de piste komen. En wat niemand verwacht, ook heel charmante witte poezen die een fantastische act gaan doen. En motoren die heel hoog in de tent zich zullen bevinden. Kortom, iets om naar uit te kijken en dan spreek ik nog niet over Sinterklaas en zijn vele Zwarte Pieten. Het is een succesformule. We zijn ooit heel klein begonnen met 900 toeschouwers en ondertussen zijn we uitgegroeid tot een evenement met 12 shows dat dit jaar 30.000 toeschouwers zal verwelkomen. We doen het ondertussen volledig op eigen kracht. Waar we in het begin nog met een bestaanscircus werkten, is het nu een evenement dat we volledig zelf beheren. En het publiek daagt ons uit door steeds talrijker te komen. Wil jij deel uitmaken van dat publiek? Dan kan je vanaf vrijdag tickets bestellen. Tickets kosten echt geen geld. Voor 12 euro ga je naar de voorstellingen van 2 uur. En voor 10 euro heb je die van 10:30 en 5 uur. En mensen kunnen die bestellen vanaf komende vrijdag 19 oktober via sintindepiste.be. Handig online. Of willen ze liever contant krijgen, dan kunnen ze terecht aan de balie van het stadhuis vanaf maandag. En dat tijdens de openingsuren. Tot de